Lekker die zon, maar de lente die verloopt tot dusver flink grillig met een afwisseling van zachte en koude periodes. En ook in mei zijn we niet van die grilligheid verlost. De overgang van april naar mei verloopt warm met kans op regen- en onweersbuien, maar ook zonnige perioden. Maar al snel keert die frisse noordwestenwind terug. En dan hebben we weer te maken met temperaturen beneden normaal. Die koudere periode die lijkt te duren tot aan ijsheiligen. En dat betekent dat we dan tot halverwege mei met beneden normale temperaturen te maken hebben. En dan halen we amper de 15 graden nog, terwijl 16 tot 19 graden normaal is. En in de nacht moet je rekening houden met vorst aan de grond. Het weerbeeld bestaat verder uit een mix van wolken, zon en buien. De lentedip die lijkt na de ijsheilige voorbij. De temperatuur die stijgt dan weer naar normale waarden. En later in mei dan kunnen we zelfs wat boven normale temperaturen verwachten. In het binnenland is dan weer kans op warme dagen met 20 graden en meer. En dat betekent dat je de korte broek misschien weer aan kan trekken. Het lijkt erbij ook droger en zonniger te worden. Maar van stabiel lenteweer is geen sprake. Want we houden ook kans op regen en onweersbuien. In de lente hebben we het er vaak over en ook dit keer sluit ik af met gezondheidstips. Want heb jij last van een graspollenallergie, dan zul je de komende tijd meer overlast kunnen verwachten. Want het gras gaat op steeds meer plaatsen bloeien. En in de tweede helft van mei, dan begint de piek van het graspollenseizoen. Leg je hooikoortsmedicatie dus in elk geval klaar. En een tip die voor iedereen geldt, dat is dat je in mei gemakkelijk kan verbranden. Meestal komt de zonkracht uit op 5 tot 6, ook op frisse dagen. En dat betekent dat je binnen 15 tot 40 minuten kan verbranden. Smeer je dus vooral in als je midden op de dag de zon ingaat. Fijne meimaand!